Ik vind het wel leuk staan. Het moet ook een beetje fleurig eruit zien, hè? kleurrijk. Welkom dames en heren bij de allereerste Rollercoaster Tycoon 3 aflevering van 2017. Leuk dat jullie kijken. We gaan vandaag verder met onze dierentuin. Mensen hadden al inderdaad gereageerd in de vorige afleveringen dat ik een zwembad moest gaan maken. Een zwemparadijs bij mijn dierentuin. Dat zijn hele goede ideeën, dus ik ga ze zeker weten meenemen. Het lijkt me ook heel tof om een soort jungle... Uh, uh, ja, een jungle zwembad te maken. Met allemaal dieren en zo. Dus waarschijnlijk ga ik hem wel ergens plaatsen. Dus dat komt helemaal in orde. Maar laten we ons eerst nog even focussen op de dierentuin. En om te beginnen wil ik eigenlijk een soort main street gaan bouwen. En dat wil ik hier aan de zijkant gaan doen. Omdat het hier best wel kaal is, kunnen we misschien allemaal winkeltjes plaatsen. Zodat als de mensen binnenkomen in het park, of in ieder geval he, dat ze dan een centraal punt hebben. Of een, een, een grote winkelstore shop ofzo. Weet je wat, dat je hier naar binnen gaat en dat je allemaal winkeltjes hebt. Chocomelk, uh, pizza, natuurlijk gefrituurde panda en uh, kippenpoten en al dat soort dingen. En dat je dan, uh, ja, dat, dat kan je dan daar allemaal kopen. Dus dat lijkt me fantastisch. Maar, we hebben natuurlijk standaard objecten. We, hebben, uh, we werken niet met custom scenery. Dus dat betekent dat we een beetje moeten gaan improviseren met de standaard sets van Rollercoaster Tycoon 3. Is geen punt, want heel veel mensen die doen het ook op deze manier. Dus misschien kan ik ze tips geven. En ik vind het ook een uitdaging om dus zeg maar een soort mainstream te maken met standaard objecten. Hoe cool is dat? Dus ik ga gewoon maar eens wat maken en... Ja, jullie weten het misschien. Ik ben helemaal niet van de mainstreet gebouwtjes. Ik vind het verschrikkelijk. Nou ja, vers niet verschrikkelijk om te bouwen, maar. Um, ik, ik. Ja, ik, ik vind het lastig om een mainstreet te maken. Ik heb altijd problemen met de daken en dat soort dingetjes. Maar nu heb ik gewoon het gevoel dat het mij gaat lukken. Het, ga o het gaat ons lukken. Dus we gaan gewoon met de standaard objecten in het spel. Gaan we gewoon iets heel vets maken. En uh, ik wil niet alleen maar van die bamboe winkeltjes. Want dit is echt zo'n. Uh, andere Main Street kleur met bakstenen. Ik wil niet zoiets als dit gaan maken. Dat je alleen maar van zulke huisjes hebt. Zou wel leuk staan. Maar ik denk dat als we dit gewoon doen. En af en toe zo'n decorje maken. Dan komt dat goed. Dit is zo'n decor'tje. Dan moet je ook even de zijkanten nog even opvullen. Kijk. Even kijken, ik weet niet, Snap jullie wat ik bedoel? Kijk, nu kan je bijvoorbeeld aan uh, deze kant kan je weer een ander huisje plaatsen. Bijvoorbeeld, uh, we pakken even een, een andere muur. Ik doe maar even deze kleur. Dit is een muur volledige hoogte van lijsteen. Dus mocht je al vragen, wat voor steen is dat? Nou, dames en heren, dat is nou de leisteen. Nou, stel je voor, je maakt hier even andere kleuren aan vast. Dit doe je bijvoorbeeld uh, een wat hoger uh, winkeltje. Zo. Kijk, dan kan je daar weer een dak aan maken. En het volgende gebouwtje, hier kan je dan bloemen voor zetten bijvoorbeeld. Of een bloemenbak. Dat is trouwens ook leuk. Kijk, dan kan je bijvoorbeeld stijgers plaatsen. Dus ik doe even deze in een bruine kleur. Zo, dan halen we even die plantjes weg. Zo, kijk dan kunnen we hier tussen kunnen we allemaal plantjes plaatsen. Dat is misschien hartstikke leuk om te zien. En dan zo'n leuke overkapping. Dus dan pak ik even de, um, de um, daken. En dan wil ik eigenlijk een ander soort dak. Dit is ook een leisteendak, anders dan deze natuurlijk. En dan gaan we die een andere kleur geven. Dan doen we die bijvoorbeeld in een fel-oranje kleur. Even kijken hoor, waarom kleurt die nou niet mee? Het zou mooi zijn als hij dat wel gaat doen natuurlijk. Die even in bruin en die dan in ro ja, oranje is het hè. Is dat heel opvallend? Ik vind het wel leuk staan. Het moet ook een beetje fleurig eruit zien hè. Kleurrijk. Nou, dan zou je eronder bijvoorbeeld van die plantjes kunnen plaatsen. Even kijken of we van die bloemetjes hebben. Je zou deze kunnen neerzetten. Is ook leuk. Gewoon de grote bloemenperk. Je zou ook een mix kunnen maken van uh, kleine bloemperkjes. Bijvoorbeeld hier zo twee. En dan zou je die natuurlijk nog kunnen kleuren in wat meer geel erbij en wat meer groen. Zo, dan doe je die daar tussen mengen. Zo. En dan zou je door, uh, daartussen zou je nog kleine andere dingetjes kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld een struikje aan de achterkant. Zo aan de zijkant zie je dat heeft wel het nadeel dat hij aan de andere kant er weer doorheen komt. Maar dat zou je kunnen oplossen door je binnenin bijvoorbeeld ook iets met struikjes te maken of zo. Nou, daar heb je dat. En dat zou je over... daarvoor zou je dat ook kunnen plaatsen. Nee, daar zit het hekje al voor. En wat hebben we nog meer voor kleine plantjes? Ik denk. We hebben niet veel keuze. Ja, de rozenstruik. Die is natuurlijk ook heel mooi. En dan zou ik iets van geel pakken en dan iets van donkerrood. Kijk, daar heb je. Kijk, dat ziet er gezellig uit, toch? Ik vind van wel. Je zou hem ook nog een laagje hoger kunnen plaatsen. Dat het dak nog wat hoger ligt. Maar dit vind ik wel wat knusser, Dus zo laat ik het eventjes. Dan pakken we even andere muurtjes. Ik heb hier ook geen details in gedaan. Met details bedoel ik dan raampjes en dat soort dingetjes. Even kijken of we nog wat erin kunnen gooien. Dan pakken we even die gladde steen. Deze. Nou, dan haal ik even die weg. Dan moeten we even de juiste kleur selecteren. Ik geloof dat het roze was. Ik weet niet of het deze was. Even kijken. Ja, dat was die. Oké, okay, oranje kleurtjes ook wel leuk. En dan pakken we even een dak. En wat voor dak kunnen we gebruiken? kan ook van een andere set natuurlijk. Want uh, er zijn nog meer sets die we misschien wel kunnen mengen met elkaar. Dat vind ik het moeilijkste van Rollercoaster Tycoon 3. Uh, om, om dingen met elkaar te mengen. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een dak. Maar gaat dat dak passen? Dit is een spookdak, zeg maar. Gaat dat blauwe dak mooi staan? Nou, ik vind van niet. Want ik vind eigenlijk dat ik dat oranje moet laten terugkomen aan de bovenkant. Dus, uh, want anders ga je heel erg met de kleuren breken, zeg maar. Er is altijd zo'n zo uh, zo stijl van kleuren en dat kan je dan keihard breken of zo met elkaar. Dus dan vers uh, verschillende soorten kleuren die niet met elkaar matchen, als je die ineens bij elkaar gaat gooien of zo. Dat is heel vreemd, maar ik weet over het algemeen dat vrouwen, hè, de, de vrouwtjes, die hebben daar wat meer verstand van. En dat is niet, niet nadelig naar de mannen toe, maar een vrouw gewoon best wel veel verstand van kleur. Ja, en nu zitten vrouwen waarschijnlijk in hun handen te vrij van, ja, Vincent heeft gelijk. Ja, dat klopt, Vincent heeft zeker gelijk. Maar dat is ook echt zo. Vrouwen hebben echt verstand. Want toen ik nog met uh, Roby had, toen, uh, toen vroeg ik af en toe ook nog van. Uh, ja, wat voor kleuren zou jij doen hier zo? En dan kwam ze soms ook met kleuren dat ik dacht van. hè? Waarom, waarom, waarom zou je dat doen? En dan deed ik het plaats. En dan was het van. Oh, oké. Okay, ja, dit kan wel. Dus als, als je een vrouw in de buurt hebt, vraag dan even van. Hey, uh, wat voor kleur dak zou ik plaatsen? Dit is trouwens een verkeerde soort dak. We moeten uh, de andere hebben. Dat is namelijk even spieken, de dak moeten we hebben. Zo. Bam. Nou, we hebben al een beginnetje. Dan gaan we naar het volgende huisje. Die gaan natuurlijk hier aan grenzen. En dan pak ik eigenlijk een ander soort kleurtje. En misschien dat we nu wel een baksteenmuur kunnen gebruiken. Ik weet niet of dat heel erg breekt met de stijl. Maar dat gaan we vanzelf wel even zien. Nou, hoppakee. En dit kan natuurlijk ook... Het, kan ook. het mag ook een huisje zijn die gewoon dicht is. Je hoeft niet in elk huisje te kunnen, natuurlijk. Hè? Zo. En doen we dat een beetje mengen met de ramen. Niet dat het cliché op dezelfde lengte of dezelfde hoogte is, natuurlijk. Zo, en dan doen we daar bijvoorbeeld het dak doen we nu uh, even kijken. Het kan, ik kan hem één hoger doen, maar ik vind het wel leuk dat hij wat lager is. Of je kan natuurlijk ervoor zeggen dat je hem nog ietsje hoger doet. Zo, met een stukje muur er nog aan de zijkant. Zo, even kijken, dit gaat goed. Voilà. En dan even kijken, dan gaan we hier een dak pakken van die. Zo, en dan vullen we die aan. Zo, hoppakee, dit ziet er leuk uit. En dan doe je hem daar... Af laten lopen aan de zijkant. Zo, kijk. Dit wordt al een beetje een mainstreetje van de dierentuin. Ik weet inderdaad nog steeds dat het niet heel erg matcht bij uh, de dierentuin. Maar je hebt af en toe, als je naar een dierentuin gaat, heb je ook gebouwen. Dat je denkt van dat dat heel erg Ja, gewoon een, een standaard gebouw is. En een standaard gebouw is niks mis mee. Uh, dus uh, dat kunnen we gewoon gaan doen. Ik wil even dat onderkantje plaatsen. Zie je dat? Een soort paars onderkantje heb je nu. Dat ga ik even ervoor zorgen dat dat hier ook zit. En hier ook aan de zijkant. Zo, dat vind ik wat mooier. He, daar heb je een beetje verschil met de, de lijnen. Ik kan natuurlijk sowieso nog wat hierop gaan doen. Ik weet niet wat, want je hebt niet echt een tabblad met uh, muurdecoratie. Dat heb je natuurlijk wel bij Planet Coaster. Maar ja, dat is geen Planet Coaster. Uh, je zou misschien wel, dat is misschien een idee. Maar dat weet ik nog niet of ik dat ga doen. Dat is als je zo'n struikpak, die ik ook erachter heb geplaatst hier zo. En die zou je dan bijvoorbeeld hier op kunnen zetten. Kijk, dat is wel leuk. Dan heb je wel wat variatie. Dus stel je voor, hier maak je dan een gat. En dan komt hier komt dan een soort van struikje. Dan gaan we even naar de muren. Dan pak ik even de baksteenmuur. En dan selecteren we even zo'n stukje muur. Even kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, dat, dat kan nog wel. Weet je, je hebt wel 3D op de voorgrond. Dat ziet er wat beter uit. Maar uh, we gaan eens kijken of we later nog wat meer kunnen toevoegen. Ik heb natuurlijk geen... Custom scenery. En dat is zo jammer, want dan kan je namelijk allemaal waldecoratie, muurdecoratie toevoegen. En dat kan nu gewoon helemaal niet. Is geen punt. Maakt ook helemaal niet uit. Hè? We, we kunnen gewoon leuk bouwen. En dat is natuurlijk ook uh, uh, de bedoeling van het spel. We gaan nog steeds naar de gekleurde muren dit keer. We gaan nog even de, um, ja, gewoon deze muren pakken. Die baksteenmuur of de blokmuur, zo heet het dan. En dan gaan we even een leuke kleur pakken. Welke kleur hebben we nog niet gehad? Ik zie bruin, een beetje roze, een beetje donkerrood. Misschien moeten we even een andere kleur pakken. Iets van groen. Maar dat gaat denk ik wel heel erg breken met de stijl. Dus misschien dat ik iets van lichtgeel ga doen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Een wat groter gebouwtje. Maar ik vind het wel. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Um, tada. Ik heb een soort van kleine mainstreet gemaakt. Met een ander gebouwtje. Met een andere vorm van het dak. En dan nog zo'n balkonnetje waar we dadelijk wat props op kunnen zetten. Nou, de props heb ik hier in mijn hand. En waarom speelt mijn beeldscherm? Oké, okay, mijn, mijn beeldscherm ging uit aan, uit aan. Um, kijk hoor. Hier van die maskers met hoofdtooi. Dat zijn van die Oegaboega-maskers. Die kan ik al neerzetten. Dat is wel leuk als prop. En wat zou ik hier bovenop kunnen zetten op mijn balkon? Ik dacht echt aan een soort... Er is wel een beetje een Wild setting heb ik er neergezet. En ik heb ook de ondergrond veranderd met tegels. Dat dat leuk met elkaar samen matcht. Want ik kan hier geen pad plaatsen door die palen. Dus heb ik dat even opgelost met tegels. Dan lijkt het net of je daar wel kan lopen natuurlijk. Nou, ik ben een beetje aan het scrollen, want... Want ik vraag mezelf af, zitten er wel leuke objecten bij? Sowieso die rustieke vuurtoren, die moeten we sowieso gaan gebruiken. Ik weet niet waarvoor, maar we moeten een soort van strand gaan maken. Misschien dat is leuk. Met een watertje, misschien ergens op een hoek. Dat je hier zegt van uh, hier, dat we dit hoek maken als een soort strand. Misschien kunnen we een strand maken en daaraan een paar van die waterglijbanen. Dat zou ook leuk zijn, maar je, mensen kunnen niet in de zee zwemmen. Dat is jammer. Je moet dan uh, een zwembad maken, anders kunnen mensen niet op die glijbaan. Dat is wel jammer. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? We hebben een schatkistje. Nou, dat is ook leuk, een schatkistje bovenop. Waarom niet? Ik weet niet uh, wat het ermee te maken heeft. Het gaat gewoon even dat je wat van die kleine spulletjes bovenop plaatst. Zodat je een beetje variatie krijgt in je gebouw. Anders oogt het zo kaal allemaal. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Ik denk dat ik toch een paar van die vaatjes pak. Even kijken, ik heb hem voor mij ergens neergezet waar het niet hoort inderdaad. Zo, kijk, hier een paar van die vaatjes. Ik mis nu de Shy Guy, uh, set. Shy Guy set is natuurlijk ook van die tonnetjes. Kijk, je kan er wel twee makkelijk op elkaar zetten. Die tonnetjes zien er zo raar. Nou, niet lelijk uit, maar ze zien er niet zo heel mooi uit, vind ik. Nou, daar nog een. Heb je ook kratjes? Die heb je voor mij ook niet, hè, kratjes? Volgens mij niet. Volgens mij moeten we het hier allemaal mee doen. En ik wil niet dat het echt zo wild west geteamd wordt. Maar ik denk dat dit wel voldoende is. Gewoon zo'n schatkistje van die tonnetjes, hè? Nou, daarachter wil ik een soort van kleine loods gaan plaatsen en in die loods doen we dan de winkeltjes. Dit is gewoon een soort van, ja, een voorkant van de Main Street, zeg maar. Laat ik dat nog eventjes opvullen. Dus hier aan de zijkant wil ik ook nog eventjes wat dingen aanpassen. Sowieso moeten we dit muurtje even weghalen. Waarom? Uh, omdat ik hier een deur wil plaatsen. En waarom? Omdat daar een trappetje loopt. Waarom al die vragen, jongens? Ik zit nu weer aan Planet Coaster te denken. Misschien is dat helemaal niet goed, omdat het gewoon een, een ander spelletje is natuurlijk. Maar dat maakt ook niet uit. Maar het kleurenpalet. Je hebt maar een aantal kleuren. 32 kleuren. Wat heb je bij Planet Coaster? Gewoon een heel kleurenpalet. Dat is gewoon irritant. Want dan. Ja, dan moet je allemaal cijfertjes gaan onthouden en zo. Is ook niet erg. Maar ja, ik geef nog even een gouden tip. Uh, maak je gebouwen eerst af. Voordat je aan het volgende gebouw begint. En dan praat ik dus over. Uh, wat ik nu heb gedaan. Ik, heb dus, ik ben elke keer een voorkantje begonnen van een gebouw. Maar ik heb niks afgemaakt. Waardoor ik nu dus in de puree zit. Nou ja, niet in de puree, maar. Dat ik nu dus elk gebouw uh, moet afronden. En dan alle kleuren moet gaan zoeken. En dat is best wel uh, extra werk. En dat is onnodig werk, denk ik ook. Hier ook die zijkant had ik even moeten opvullen. Dus vandaar moet ik nu alles weer gaan zoeken. En dat, dat, dat is allemaal extra tijd. Dus uh, dat ga ik natuurlijk niet uh, opnemen, allemaal. Maar uh, laten we beginnen zometeen aan de loods. Want die loods is ook belangrijk. Nou ja, niet heel belangrijk. Maar het, het zal er niet zo mooi uitzien, natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het punt. Maar dat ga je verwerken in, met deze gebouwen. De mensen zien dat niet. Natuurlijk betekent het niet dat je de loods helemaal tot aan de rand moet doen. Maar ik denk, een laagje of wat zullen we doen? Eens even kijken, ik haal wat bomen weg. Dan heb ik een beetje een overzicht van hoe groot we maken. En we moeten natuurlijk ook een kleur kiezen welke kleur de loods wordt. Nou, ik ga eens even kijken tussen de muren. Wat kunnen wij het beste gebruiken? Sowieso een andere kleur dan dat we hebben gebruikt op de Main Street. Dat je duidelijk een verschil ziet. Ik ga bij de kantoormuren kijken. Misschien zit er wel iets bij dat ik denk van. Maar dat kunnen we wel mooier plaatsen. Uh, ja, Je hebt dit soort dingen: Londenmuur. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik denk dat dat niet echt mooi oogt, zoiets. Zo'n glazen muur. Uh, de, we hebben ook een muren van het paleis van de sultan. Ja, je moet echt, er moet gewoon een muur zijn. Dat je denkt van ja, die ga ik gebruiken. Die ziet er gewoon goed uit. Nou, dit is dan van een ruimtethema. Misschien van een spookachtig kasteel. Dan krijg je een beetje van die kasteelmuren. Dat kan misschien ook wel. Uh, wat krijg je dan? even, uh, Jongens, geef eens even een voorbeeld. Dan krijg je dus murenbasis met wingerd. Ik denk dat dat er niet zo heel mooi uitziet. Voor mij hebben we twee soorten kastelen. Moet ik even goed kijken hoor. Oh, ik denk dat ik deze ga gebruiken. Dit is zeg maar een spookhuismuur. Uh, en daar kunnen we dan uh, een zijkantje van gebruiken. Ik denk dat we gewoon tot zover laten gaan. Gewoon zoiets wat uitsteekt. En aan de bovenkant kunnen we misschien uh, met een glazen dak of uh, weet ik veel wat we kunnen gebruiken. Maar ik denk dat zoiets wel in orde is. Ik denk dat we de hoogte ongeveer drie blokjes hoog moeten doen. Dus gewoon 1, 2, 3 klaar. Weet je wel dat maakt niet uit dat de huisjes wat erbovenuit steken. Dat is helemaal geen punt. Zo. En dan daarin gaan we dus in die soort van loods. Gaan we dus die winkeltjes plaatsen die ik in de gedacht had. Ja mensen. Dit was alweer de aflevering voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral in de comments achter wat voor ideeën je hebt voor Rollercoaster Tycoon 3. En wie weet ga ik die wel uitwerken. En dan zie ik je hopelijk volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering. Waar we weer werken aan onze dierentuin. Ja, dus de volgende keer gaan we sowieso die loods afmaken. Gaan we de winkeltjes plaatsen. En gaan we weer verder werken met uh, leuke thematisatie voor het park. Want ik vind dat het park er nog steeds wat kaal uitziet. Maar door dit soort dingetjes wordt het wel een beetje een themapark. Dus uh, tot de volgende keer. Doei doei.